Het is woensdag en dat wil zeggen tijd voor alweer een nieuwe aflevering van BBJTV. En as usual starten wij met de Fan of the Week en dat is deze. Voelen jullie het ook zo kribbelen om een keer Fan of the Week te worden? Wel, geen probleem, dat kan. Want jullie moeten gewoon blijven reageren en foto's posten op onze Facebookpagina. We gaan er meteen in vliegen en dat doen we hier in de show in Bobbejaanland. De battle waar ik eens ga kijken of de mensen de Harlem Shake kunnen doen. Doe de Harlem Shake. Con lo terrorista. How loud can you go? Het is eigenlijk heel simpel. We gaan aan de bezoekers vragen om zo luid mogelijk te roepen. En ik heb dan een decibelmeter die dan natuurlijk gaat meten hoe hoog ze juist gaan. En de winnaar die krijgt natuurlijk weer een prijs. Bam! Heb jij er een beetje zin in? Ja. Wil jij anders even de spits afbijten en eventjes heel luid roepen voor mij? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Ja. Oké, we beginnen eraan. Kan je goed gillen? Ja, ik denk het wel. Wil je dat dan eens even bewijzen? Ik ga 1, 2, 3 zeggen. Hè. 1, 2, 3. Wow, dat was wel super. Zeg, als je met hem in bed ligt, met een echte superman, wil je eens laten horen hoe dat dan klinkt? Ja, haar schreeuw heeft maar 80 gehaald, dus ik denk dat ik meneer Superman ga moeten teleurstellen. Ik wil eventjes testen of dat jullie schreeuw wel Bobbejaanland waardig is. Ah! 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 92 decibel. Ah! Ik kan niet meer. Onze volgende kandidaat is... Pieter-Jan. Dag Pieter-Jan. Zeg, in welke attractie heb je al het hardst geroepen in Bobbejaanland? In de tyfoon. In de tyfoon. Wel, kan je dat dan nog eens voor ons doen? Ja, zeker. 1, 2, 3. Ah! Wow. Dat is 100. Dat is 100. Ja, we hebben een winnaar. Dit is het hardste dat er al geroepen is. Ja. Je hebt gewonnen. Ja. Ho, 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 ho